heel veel plezier. Want in onderwijsland zegt iedereen, de leerkracht moet een andere rol nemen. Je moet die rol nemen van onderwijsontwerper. Maar eigenlijk wordt de leerkracht opgeslurpt door de activiteiten die op de dag gevraagd worden, als schriften nakijken, tig vragen van kinderen en ouders, terwijl je eigenlijk toe wil naar kwaliteit, om goed te kijken naar wat hebben deze kinderen nodig. Nou, met onze geavanceerde programma's krijgen wij directe feedback. Wij, dat wil zeggen de kinderen en de leerkracht, waardoor je heel adequaat kunt inspelen op de onderwijsbehoeften van kinderen. Dus op het moment, heel concreet gemaakt, dat kinderen sommen maken, krijg je direct zichtbaar wat ze goed doen, wat ze minder goed doen, of wat ze na oefening pas goed doen. Op dat moment kan de leerkracht kijken naar, vraagt deze leerling extra instructie, vraagt deze leerling dat we snel doorgaan naar volgend niveau, of vraagt het dat hij in samenspraak met andere leerlingen nog eens een stukje stof herhaalt. Nou, dat zijn dan interventies die de leerkracht voorbereidt voor de dag erna. Omdat de leerkracht geen enkel werk heeft in correctie, kan die dus in de ochtend kan die gewoon voorbereiden datgene wat goed is voor het onderwijs de dag erna. Het vraagt inderdaad een heel andere rol van de leerkracht. De leerkracht als ontwerper en als coach, dat zijn twee rollen die heel belangrijk zijn in het nieuwe onderwijs. Ontwerper betekent op basis van de data die uit de computer rollen, betekent dat kijken naar wat hebben leerlingen nodig en vervolgens hoe cluster ik leerlingen, hoe ga ik ze samenvoegen, welke instructies verzorg ik zelf, welke instructies worden door leerlingen verzorgd en zeker ook de coach. De leerkracht ondersteunt leerlingen, bevraagt leerlingen om ze uiteindelijk te leren om het zelf te doen. Want dat is wel een heel belangrijk ding. Het eigenaarschap wordt getracht zoveel mogelijk bij de leerling neer te leggen, waardoor deze wordt voorbereid op een leven lang leren. En dat vraagt dus een nadrukkelijk andere benadering en rolneming van die leerkracht. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die kinderen het eerst opvalt. En dat is het fijn vinden met een computer te werken, dat mogen duidelijk zijn. Maar ook een stukje plezier. Ik denk dat ze ook het fijn vinden dat ze een stukje regie hebben in wat ze kunnen en mogen leren. Dat zeggen ze ook vaker. Het mogen samenwerken vinden ze prachtig. En ik denk ook dat de vrijheid in keuzes maken, in leerstof, maar ook zeker ruimte, daarin ook zeer helpend is. Ze kunnen zelf bepalen of een ruimte rustig genoeg voor henzelf is. Ze kunnen zelf bepalen of de samenwerking met anderen hun juist iets oplevert of juist niet. En de leerkracht is degene die dat proces ondersteunt. En daar waar het niet goed gaat, ook wel sturend zal zijn. Maar alles is wel gericht op dat uiteindelijk die leerling zelf keuzes kan maken. Ouders op de eerste plek zien natuurlijk ook wel dat met een afnemend leerlingaantal het moeilijk wordt om de kwaliteit te handhaven op het moment dat je op een traditionele manier blijft doen. En zijn eigenlijk ook wel heel blij, dat hebben ze in de enquête ook al aangegeven, heel blij dat de school in Lom blijft bestaan en vervolgens kijk je dan op welke wijze kan dat het beste. En ik denk dat we de ouders daar wel goed in meegenomen hebben. Dat ze ook wel heel dankbaar zijn voor het feit dat de stichting zegt van we houden een school in het dorp. De inhoudelijke motivatie is denk ik dan ook een hele belangrijke geweest. Kijk, op het moment dat je met de ouders bespreekt vanuit het traditionele systeem is het zo dat je de kinderen bedient binnen een bepaalde range. En we weten allemaal vanuit vroeger dat je kinderen hebt die stromen uit op VMBO niveau en kinderen die stromen uit op VWO plus niveau. Op het moment dat je die gedurende 8 jaar hetzelfde aanbod geeft, ja, sluit je niet helemaal aan bij de mogelijkheden van kinderen. Nou, daar is ons systeem ook op geënt. Dat we zeggen van, je probeert eigenlijk de volgende stap in ontwikkeling bij kinderen te realiseren. Dat betekent dat je aanbod gericht is op de zone van naast ontwikkeling, het dichtst bijgelegen aanbod waar het kind geprikkeld wordt. Is het zo dat je stof te moeilijk maakt, dan leidt dat over het algemeen tot frustratie. Is stof voor leerlingen te gemakkelijk, dan leidt dat tot verveling. Dus je moet proberen om net dat stapje hoger te zetten, waardoor het kind wel uitgedaagd wordt, maar het ook niet te moeilijk is. Nou, daar proberen wij in te voorzien met onze lesmethodieken. De leeromgeving zullen we dus ook moeten aanpassen. Daar hebben we wat ideeën voor geventileerd. Dat betekent op de eerste plek dat het gebouw veel dynamischer wordt gebruikt.
Nou, het is geen toeval dat ook het komend jaar een stukje verbouwing op de nominatie staat. Omdat we vinden dat het gebouw al redelijk goed toegerust is. Maar er zijn natuurlijk veel wensen en behoeftes om dat nieuwe onderwijsconcept volledig tot uiting te laten komen. Dus daar gaan we in 2019 mee van start. De boeken verdwijnen deels. We moeten de misvatting corrigeren dat er alleen nog gewerkt gaat worden op computers. De kinderen werken op computers, jazeker, maar de programma's zijn vooral verwerkingsprogramma's. Dus het lesgeven door de leerkracht, dat blijft onverminderd zo. De leerkracht blijft die speel, die zorgt voor goed onderwijsaanbod, die goed inspeelt op de vragen van kinderen. En daar hebben we computers voor nodig, heel belangrijk, maar we zullen ook zeker nog wel boeken nodig hebben. Wat ik dus straks ook aangaf betreffende schrijfvaardigheid. Natuurlijk gaan kinderen steeds meer op een computer aan de slag. Maar onze lessen schrijven blijven onverminderd in het schrift. Daarom zei ik straks ook boeken, schriften, computers, het verdient afwisseling. Het is ook wel gebleken dat kinderen die alleen achter de computer zitten, dat niet goed is. Zeker ook omdat het zou kunnen leiden tot individueel onderwijs, wat we zeker niet willen. We blijven clusteren, blijven samenwerken, belangrijke vaardigheden. En zeker hoort er ook een boek bij en zeker hoort er ook een schrift bij.